met jou aan de hand? Ik heb echt een super groot probleem, Johnny. Echt enorm. Wat is er aan de hand dan? Ik kan me echt niet concentreren. Ik heb er al weken last van. Ik heb de afgelopen dagen helemaal niks van gemerkt. Dat heb ik ook steeds voor me gehouden. Ik kom er gewoon niet uit. Waarom vertel je het dan niet gewoon? Ik had toch ook een klein probleem met Sandra? Ja, dat weet ik wel, maar het is ook niet zo erg. Wat zit je niet lekker? Ik vind het echt stom van mezelf. Ja, vertel op. Snel een beetje. Hopelijk kan ik je helpen. Ik zoek een woord dat hetzelfde is als slachthuis, maar dan met 8 letters. Ik kan me voorstellen dat je daarmee zit. Antwoord is abattoir. Hoe weet jij dat nou? Dat krijg je gewoon als je het repertoire van Abba goed kent. Ongelooflijk, daar was ik nooit op gekomen. Morgen alweer naar huis. Dan gaat die tijd toch snel? Ja, die 2 weken zijn voorbij gevlogen. En maandag weer naar school, daar heb ik echt wel zin in. Jij zeker gaan platsen met de foto's. Precies. Ik weet eigenlijk helemaal niet of we wel bekend zijn bij de jeugd. Maakt een grapje zeker. Nee, ik heb geen idee. Ze lopen allemaal rond met t-shirts van Freeze. Oh, dat is leuk om te horen. Ja, en ze handelen er veel in het alcoholpje race. Dat is alleen maar goed. Hoe meer mensen ons kennen, hoe beter. Ja, dan komen ze tenminste naar de concerten. Ja, want die zijn lastig lijf te kopiëren. Johnny, je moet naar de gevangenis. Oké. Ja, die concerten moet je zelf beleven.